heleboel eruit halen uit die kast. Voor ik bij mijn kist kan, moet ik mijn kist eruit halen. Nou, mooi plaatje zo. Toch? Een hele goede middag. Het is vandaag al trouwens weer maandag 16 november. En we leven precies om 12:31, wat mijn horloge tenminste aangeeft. Klok zegt half, nou ja, maakt niet uit. Astrid die komt weer en ik zit natuurlijk nog steeds in een gigadikke bende. Overal om me heen, maar ja, dat heb je wanneer ik dit doe, hè. De kerstsfeer, ja. Ik had het jullie al een klein beetje hier en daar wat laten zien. Ja, en ik heb geen slingers verder hangen langs de muren enzovoort. En dan heb ik die ook klaar. Die kan branden. Ja. Geen slingers langs de muur, daar had ik geen zin in. Daar een krans weer. Hier staat nog wat. In die vuilniszak zit nog een ster. Die moet daar nog bij de Zwarte Piet te hangen. En daar zit Gandalf. Moet ik vooruitkijken dat ik geen staart overrij. Rijken natuurlijk daar weer. En hier ligt ons Elwing. En daar voor het raam waar het stoeltje met die plant erop staat, daar komt de kerstboom. En dat is de planning om dat eigenlijk vandaag aan te gaan pakken. Ja, en dan kan daar weer ook een hoop van naar boven toe. Enkel, ja, dan moet ik wel de bakken met zilverballen voor of bovenaan laten, want die heb ik weer nodig, want daar komen weer takken. En om de hoek daar en uit de kast komen ook weer takken. Ja, althans, ik hoop het, want het moet me niet te duur gaan worden. Nee. He, 10 tot 12 euro vind ik zat. Ja. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga lekker eventjes lopen. Het is nou droog. Voordat er weer eens een keer een bui komt en dan ben je weer kletsen en kletsnat. Ja, daar hou ik niet van, nee. Nee, niet nat worden wanneer het niet nodig is. Dus ik ga lekker even lopen met de twee dames. En daarna zien we alweer. Ja, dus ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ik ga in ieder geval de kerstboom proberen trachten neer te zetten. Maar ik moet eerst die bakken daar weg hebben. Dan moet ik de bank die kant een stukje op hebben. De kast open. En dan moet ik eerst een heleboel eruit halen uit die kast. Voor ik bij mijn kist kan. Dan moet ik mijn kist eruit halen. Dan moet er alles weer in. Dus voordat ik aan die kerstboom toe kom, dan ben je weer een uurtje, anderhalf uurtje verder. Ja? Dus jullie begrijpen het wel. Ik heb nog hoop te doen. Dus daarom ga ik er nu vandoor met de twee dames. En ik ga er straks gewoon naar een bak koffie en een broodje ermee aan de gang. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En ik laat jullie wel eventjes meekijken. Ja, toch? Dus ja, tot straks dan maar. Ik zou zeggen, tot dan. Daar zijn we weer. Ik heb dus daar een stoel staan. En die moet voor het raam. De boksen staan allemaal daar. Dan moet ik even om Elwing heen. Hier heb ik allemaal kabels, snoeren, stekkerdoosjes, dingetjes, datjes erin. Heb ik nou nog niet nodig. Dan moet ik weer om een paar achterpoten denken. Ik doe niks, ik pak gewoon je achterpoten. Daar zit Rijka en daar zit Mario. Hoi! Hoi! En ja, daar staat al een kist met een kleed eroverheen en een kwart boom. Dat is
Want daar ligt er nog één en daar ligt er nog één tussen de voeten. Denk je erom? Want je schuift hem helemaal weg. Heel. Zo. Nou. Mooi plaatje zo. Toch? Heel mooi plaatje. Ja. Zij is lief hoor, Elwing. Ja. En ook rustig. En zij is een drukke makertje. Drukte schopstertje. Ja, echt. Drukte schopstertje. Rijka wel, die is druk als de neten wat dat er gaat. Merk je ook op straat? Zij ze trekt ook amper. Zij trekt nog meer dan dat Elwing doet. Ja. Want ik laat ze allebei tegelijk uit. Ja. En dan loop ik ook nog met die rollator. Dus. Mm-hmm. Ja. Maar ja, jullie zien, lieve vrienden, dat ik nog druk doende ben. Maar ja, ik heb even pauze. Want ik had al koffie voor mij ingeschonken. Nou moet ik daar nog koffie in doen. En water erop schenken. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Ja, doei, doei, doei. Elwing. Gaat het vrouwtje doen allemaal? Weer dat gekke ding pakken, hè? Ja, weer dat gekke ding pakken, is schat. Ja, hoe je bent zo lief. En Rijka die legt in de bank of op de bank. Ja, op de bank. Op de bank. De salontafel die staat daar. Die staat zo wat in de kast. Maar oké, ja, ik zie nog een kale plek. Ik moet nog met de. Ik ben met de verlichting bezig. En ik denk, ik ga even op afstand kijken hoe het erin zit. En dan zie ik nog wel weer een kaal plekje waar eigenlijk nog wel een lampje kan. Dus ik moet weer even verschuiven. Nou ja, dan gaan we dat eventjes doen. Ja. Dan moet ik even de poot uitklappen. Want. Die zit weer in en dan gaan jullie weer trillen, denk ik. Ben ik bang. Ja, jullie gaan trillen. Zo. Zo. Ja. En eventjes ruimte maken. Zo. Nou, staat hij toch mooi. Toch? Waar is mijn stok? Die ligt daar. Nou. Hup. Mijn stok. Ja, hier al vond ik het kaal. Hier al. Dus, wat moet ik doen? Hup. Hup. Die weer hebben, waar zit die nou weer tussen? Dat is die, moet die daar er ook af. Die een speling hebben. Hai, toe. Zo eigenwijs doen. Ik zeg zo, doe dat dan nog. Doe je dat niet? Wat een gek ding. Neem ik toch een andere tak? Ja. Nee, dan had ik er liever eentje los moeten halen. Even zien waar die nou weer. Dat is van die. Ja, moet ik jou ook even loshalen, want anders kan die er niet door. Nu wel. Hup. Jou weer vastmaken. Koekeloeren. Hup. Zo.
ga ik weer even op afstand kijken. Dan zien we dat beter, hè? Alweer, ja, nou, kind. Wat? Oh, je was ook een keer kijken. Nee, zie je, het zit nou nog niet goed. Nee, dat zit nog niet goed. Dus nou is daar weer kaal. Hé, potverdikkie. Potverdikkie. Hoe doen we dit? Hup, jij weg. Nou is het hier weer kaal, zoals ik al zeg. Die moet toch blijven zitten, want anders zit ik daar weer mee. Kindertjes, kindertjes, kindertjes. Nou, nee, die moet ook blijven zitten, anders begint het daar weer te trekken. Nou ja, niet op ieder tak hoeft de lamp. Nee toch? Nee. Het is gezegend hoor. Voilà. Wat gaan wij doen, dames? Ja, even naar achteren. Nou, ik vind het wel gezegend hoor. Toch? Het is maar net hoe je ervoor zit. Nou, want dan zie je daar weer een lege plek. Nou ja, ik kijk straks wel even. Ja, moet toch, het moet er wel vinden, hè? Ja, je moet het wel mooi vinden. Ja, nou, we kijken. Oh, wat ben je mooi, meisje. Doe het nog eens, doe het nog eens. Ben je mooi? Nee, ja. Oh, wat zijn we mooi. Ja, je bent lief. Dat was een poe. Ben je ook mooi? Rijka. Kom dan, kom dan. Dikke boef, nou kom. Ja, weer hè. Je moet het niet zo doen, je moet het doen op de camera. Rijka. Nou ja, mag vrouwtje hier uit die benauwde hoek weg? Eventjes aan de kant, dames. Hallo, even naar de kant. Wat zie je allemaal, lieverd? Ja, nou ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, vanavond gaan we hem optuigen. En dan zullen we het verder wel beleven. Ik ga even pauze houden. Trappen even in elkaar, zodat ik er fatsoenlijk door kan. Met mijn rollator. Die zet ik even aan de kant. Ik heb vanavond toch wel weer nodig. En even zien dat ik een hapje eten kan krijgen. Als ik terug ben met de hondjes. Het is nou... Even koekeloeren, dat wordt het hem niet. Nee, ik kan het niet zien. In ieder geval, het is net over 6 of zo te zien. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En hou vol goede moed, want dan doe je het goed. Wees lief voor elkaar. Helaas. Zal dat moeten? Ja, zo ga jij over je nek, hè? Ga er eens weg. Kijk nou eens even. Wat jij in je bekje doet. Vieze peuk. Maar ja. In ieder geval, ze eten alles wat los en vast ligt op de grond. Wat niet goed is voor hun maagje. Nee. Dus, maar, kijk, ik vind het hier nog een kale plek. Hier moet nog een lampje. Zo, hier ook.
Maar ja, je hebt maar zoveel lampjes en niet meer. Toch? Ja, niet meer. En die kan ik ook niet aantrekken. Nou ja, het zei het zo. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik zie nog wel even. Maar oké, ik zou zeggen nogmaals een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En namens Rijka en namens Elwing die daar ligt en namens Gandalf die ik geloof boven of buiten is, dat weet ik niet eens. Dat zien we straks wel, die komt vanzelf wel weer binnen. Ik heb hem het liefst wel binnen voordat het donker is, maar ja, ik weet het nou even niet waar die is. En morgen gezond allemaal weer op. Ja, zeker weten. Hè? En dan zien we dan wel weer. Ja, toch? Ja. Dan hoop ik dat ik vanavond klaar ben gekomen met die boom. Want ja, mijn rug die speelt ook parten. Daar moet ik ook om denken. En het is wel die trap iedere keer op en af. Trap op en af. Ik vul een emmer met ballen en dan ga ik erop en dan ga ik bovenin beginnen. En eerst de piek, dan de ballen, zo naar beneden, dan de slingers. En ja, ik doe weer goud met brons, denk ik. Ja. Alles is verder zilver. En dan wordt dat brons. Enkel die, dat touw, daar loopt het touw, ik heb hem vastgebonden. Daar komt nog een zilveren slinger overheen. En aan die kant is ook nog touw en daar komt ook een zilveren slinger omheen. Dus ja, dat komt allemaal goed. En dan zijn wij klaar. Want ik, vorig jaar, tenminste alle jaren, heb ik nog slingers langs de muren gedaan. Nou, daar had ik geen zin in. Ik denk, bekijk het maar. Het is allemaal zoveel werk. Nou, jullie zien het, ik ben het hele weekend al bezig, het is alweer maandag. Dus ja, ik geloof dat ik vrijdag al, even zien, woensdag hebben we de kerstspullen van zolder gehaald. Ik ben toen al begonnen, hier en daar een beetje. Ja. Ja, ik ben woensdag al begonnen, dus woensdag, donderdag. Ja, ik moest er ook tussendoor uit, naar de richting de dokter, et cetera. Dus daar kan je ook niet doorgaan. Dus ja, ik ben al een geruime tijd bezig, van woensdag af aan. Hé, Elwing? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot later.